Oh, hier komt bijna op. Toen is Kool gevallen. Jalas. Zeg nog iets tegen je vader. Hey. Doei. Kijk even hoe mooi. Syrische beer uit Rusland. Nee, en ik heb het wordt van de week nog min 25. En dat is prima. En dit is niet raar, maar dit vinden wij alleen maar heel bijzonder. Kijk, dat is Mandy. Die ligt lekker te slapen in de auto. Oh, ben je al wakker? Hoi! Hallo allemaal. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe vlog voor jullie. Want deze week gaan we weer op wintersport. Wintersport, dat zeg ik. We gaan naar Oostenrijk en ik zit in de auto tussen alle spullen. En zoals je ziet zit Jamie niet hier aan de andere kant. Want Jamie is een jaartje thuis gebleven. Papa zit er wel hoor. Ja, papa zit er wel. Hoi! En mama zit nu achter het stuur. Helemaal leuk. En vorig jaar zat Jamie in de vlog al dit fragment. Ik laat het even zien. Ja, Jamie wil naar huis. Die gaat volgend jaar niet meer mee. Ik ga niet meer mee. Ja, dat is geen grap. Ik ga echt niet meer mee. Want Jamie kan niet snowboarden. Ze wilde dus niet mee. En toen dachten we, ja, het zal wel. Maar ze is dus echt niet meegegaan, want ze wilde liever een vakantietje thuis zijn. Maar we zijn nu al een aantal uurtjes onderweg. En ja, ik ga gewoon proberen weer lekker lang te slapen, want dan gaat de tijd snel en het is lekker om te slapen, toch? De Duitse witte weilanden langs de snelwegen. Kijk, dit is het. En we rijden goed door. Het is onwijs mooi weer. 0 graden. Zonnetje, geen wolken. En de chauffeur is op dit ogenblik Mariska. Oh, kijk eens tussen de bossen door. Wat leuk, hè? Sneeuw op de bomen. Kerstbomen. De sneeuw valt er vanaf. Kijk dan. Oh, hij staat op zonder hand ook nog. Oh, staat hij nog? Ja, we stonden in Oostenrijk. Dan wordt maar geknipt even. Ja, wordt allemaal geknipt. We zijn in Oostenrijk. Ja, er is geen grens meer. Dat zie je niet goed. Maar we zijn er wel. We zijn er. Zo, wij zijn goed aangekomen. We hebben nog wat lekkers gegeten. Het was echt super grote kipsaté, maar het was echt super lekker. En ja, we hebben spulletjes uitgepakt, nog Wie is de Mol gekeken. Helemaal leuk, helemaal gezellig. Ik lig nu in een tweepersoonsbed in mijn eentje, heerlijk. En dan gaan we lekker skiën, dus tot morgen. Wij staan nu hierboven, maar het is echt heel koud. Het is nu min 15, Mandy. 20. En nee, en het wordt van vingers. De week nog min 25. Ja. Het zonnetje maar komt door. Maar het is nu al koud. Ja, ja. En we gaan nu... Moet wel je helm op, hoor. Want anders zo... Wij gaan door de tunnel. Let's go. Ja, yeah, let's go. Als ik mijn hoofd nu stoot, hè? Oké, dat is echt laag. Spectaculair. Fris op de dijk, man. Fris op de dijk. Min, oh ja, nu vries mijn hand wel. Nu kunnen we echt in de wind zo. Vind je het ook een beetje leuk, Monique? Ja, hartstikke leuk. Ja. Het zit lekker in de lift, maar het is veel kouder dan voorgaande jaren. En ik heb geen idee waardoor het komt. Maar we voelen het wel, maar het is toch heel leuk, want het sneeuw is heel goed. Nee, joh. De Syrische beer uit Rusland. Ja, weer te koud. Ja. Ja, maar zo heel leuk. Topcondities. Of had je hem al uitgezet? Nee. Topcondities hebben. Goede dat pistes. Ja, wel goede pistes. Weinig hobbels. Nu wordt mijn hand bevroren, dus hij gaat uit. Duimpie. Kom maar, Mandy.
Min 18, man, koude neus weer. Wel mooi. Ja. We hebben weer wat te eten. We hebben weer wat... Fressen. Fressen is echt een Duits woord. Ja, fressen is een Duits woord. We hebben weer wat te eten en het is meegaan. Het is de volgende dag. We staan weer op de piste en het is steeds heel koud. Maar ja, ik ga nooit van die stunts nemen of van die holpaardjes, bospaardjes. Ik ging dus even een keertje door zo'n, hoe noem je zo'n ding? Een halfpipe. Nou, superleuk. Alleen op het laatst moest je nog even over een klein heuveltje om er op de piste te komen. Wat gebeurt er? Mandy gaat over de piste, over dat heuveltje heen. Ik gil fucking hard en ga op mijn mel. Nou, ik verdraaide mijn been. Maar ik ga het nu weer beter, maar ik ben gewoon niet gemaakt. Mandy heeft wel heel wat van die blosse ski's onderweg. Oh ja, Twan, die ging nog vallen voor het heuveltje. Ja. Dat is nog knapper, man. Ja, ski's vooruit, hè? Ja. Ja, niet zoveel aan te doen. Het is vandaag de volgende dag en het is een mooie zonnige dag. Het was steeds wel koud, maar vandaag heb ik ook nog eens mijn onesie aangetrokken. Ik ga lekker als het nijlpaard van de piste af. Yes! Zo, even kijken. Er komt Mandy aan, geloof ik. Ja, dat komt samen hoor. In de revampsie pak, de hippo pak. Dat is zo. Hey! Zo, ging die goed? Ja, prima. Lekker weertje vandaag, hè? Ja, lekker zonnetje. Oh man, je bent al goed ingepakt. Ja, lekker warm. Hoeveel graden is het nu? Weet niet, hoeveel graden is het? Ik dacht min 5 of zo. Oh, valt nu nog mee dan? Dat valt wel mee. Ja, beter dan gisteren. Kijk eens, wat mooi hier. Het is echt mooi met die zon. Hele mooie pistes. Mariska. En de hippo. Hey. Ja! Oh, hier ben je. De hippo. We staan even in een lange rij, maar we hebben Nederlandse muziek hier. Woldertje! We gaan even glijden! En dat is prima, viva Hollandia. Nee, is het goed? Ja, het kan jetzt zijn dat een band afgerekt is. Ja, dan moesten ze hier naar vrouw gaan, dat auto hoort, dat ze dan wel hebben. Nou jongens, het is de volgende dag. Was goed begonnen. Ik was eerst misselijk. Vader ook, moeder ook. Ik kwam waarschijnlijk door het onevenwicht. Toen is ik al gevallen. Maar goed, hij gaat niet dood van de pijn. Alsnog zijn de pistes wel goed. Ja, de pistes zijn wel erg goed. We gaan nog wel even wegskiën. Ja. Maar ja, het is wel jammer dat mijn vader nu zijn knie wat even scheurt. Ja, dat waarschijnlijk even langs het ziekenhuis. We hebben ook weer een keer meegemaakt, maar helaas. Jalas. Zeg toch iets tegen je vader. Arme Karel. Oh, misschien is hier aan. Ja joh. Waar gaat hij? Bye. Hey, wordt nou ziekenhuis. Wij moeten nu onze skis goed proberen aan te krijgen en kijken hoe het verder gaat. Mark gaat er bijna op de bel. Staat hij meer dan op het werk. En wij gaan voorzichtig doen. Hopen we. Nou ja, Mark wilde eigenlijk nog langs de halfpijp, dus I don't know of jullie dat nu gaan zien. En hopelijk komt het goed met Karel. Spectaculaire halfpijp. Ja! Was leuk? Ja. Wauw. Dus snel naar je vader toe, want ja. Nou, Karel is gevallen. Kniebanden is wat mee. En als het goed is zit hij op deze. Ja hoor, daar zit hij op dat ding. Het skiapparaat. Oh, hij gaat de andere kant langs. Dat is lekker. Karel en Monique naar het ziekenhuis zijn, gaan wij hier een waterval bezoeken. En hier zijn wij al een keer in de zomer geweest, maar nu is het winter, het is anders. En we gaan zien hoe het dan nu is. Misschien is hij wel bevroren, misschien niet. We gaan het zien. Hoe heet het? De Krimmelwaterval. Krimmelwatervallen, iets in die richting. We nemen je mee. Ga dan. Doei! Dat deden jullie vroeger altijd al. Wauw! Wow, het ziet er best wel cool uit. Woe, glad inderdaad. Oké. Lekker klimmen, maar dat is hier hoor. Ja, dat mag wel. Hoe heb je dat gedaan? Oh,
Hey, dat is ook een hele... Hier loopt normaal water. Maar nu lopen de mensen. We lopen hier nu op het soort, eigenlijk is hier normaal water. Maar ik weet niet of het helemaal goed is, want het water stroomt hier steeds meer naartoe. We zitten in de waterval. We zitten in de waterval. Ja, ik zit in de waterval. We zijn weer een dagje verder. Ik lig lekker in bed. Vandaag gaan we nog skiën. En we gaan rodelen, want het is de ene laatste dag. En Monique is jarig. Het gaat trouwens weer goed met Karel. Hij ging naar het ziekenhuis. Hij heeft een gescheurde kniekruisband. En nu heeft hij een hele brace gekregen. En moet hij in Nederland moet hij of geopereerd worden of naar de fysio en zo. Dus hij kan helaas niet meer skiën deze vakantie. Maar gelukkig leeft hij nog en is het dus redelijk goed afgelopen. En gaan we kijken wat we deze vakantie nog allemaal gaan beleven. Wij hebben geskiet en wat gaan wij nu doen, Mark? We gaan rodelen en daar hebben we heel veel zin in. Ja, dit is de langste rodelbaan van. Van de rodelbanen. Nee, van Europa. En ja, hij is 14 kilometer lang. Dus ja, 14 kilometer. Monique is jarig. Hyper de pipora. Hey, hey. En Mandy gaat rijden. Nou, glijden wij daar. Oh. Joehoe. Joehoe. Kijk eventjes hoe mooi allemaal. Ook moet wel opletten. Want anders ga ik zo het ravijn in. Dat willen we niet hebben. En dan gaan we. Oh! Ja, ja, ja. Als het maar goed gaat. Bochies. Oké, die hobbeltjes vind ik wel eng. Want ja, zo breekt mijn poten. Dat wil ik niet hebben natuurlijk. Oh, hier komt volgens mij een hobbel. Oh, dit is best snel. Kijk even hoe mooi. Dit is wel echt mooi om te zien als je hier zo aan het rodelen bent. Nou, daar komen ze aan hoor. Hey! De Monique. En daar is Mandy! Hey Mandy! Zo! Ja? Welkom, leuk! Hoe ging die? Ja, dat was leuker dan verwacht. Ja? Ik vond het eerst eigenlijk een beetje eng, maar nu vind ik het wel heel erg leuk. Ik kan niet snel afvallen gelukkig. Oké okay, dan. Monique is jarig. Ja. Allemaal versiering. Voel je jarig? Hartstikke. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Ja, het is altijd niet eerlijk. Ik had wel gewoon gewonnen, oké, okay? Maar ik heb gewoon weggehaald. Maar kom je net? Ik kom nog niet zo gaan winnen. Ik schud de kaart. En dan gaan we nog een potje doen. Het is een beetje mistig vandaag. De zon schijnt wel lekker, maar we gaan nog voor het laatste dagje even skiën. Zit je bij koeien, hè? Echt zo'n koeienlucht hier. Net als in Nederland. Lekker. We zijn nog even gestopt in een soort van traditioneel Oostenrijks winkeltje. Ziet er heel grappig uit. Allemaal Oostenrijkse dingen. En hier heb je dus een soort van geitenwolle sokken, zoals ze dat wel eens noemen. En dit is oprecht van een schaap, want het staat hier. En het is echt mega zacht gewoon. Geweldig. En hier heb je dus wc-rollen. Dingen erop. Kijk hoe grappig als je dit voor je verjaardag krijgt. Happy birthday op een wc-rol. Nou. Voor de laatste keer dit jaar de skischoenen aan. Ik ging net zo lopen, maar dit kan echt niet. Hoi. Hè? Nee. Wij gaan hier omhoog. Omhoog, omhoog, omhoog. En Karel zit daar met zijn letse. Zielig, hè? Arme Karel. Mariska daar. Hey! De laatste afdaling. Ja. Wie heu is die sneeuw, hè? Ja. Oké, wij hebben dus nu na het ski een stuk gereden en nu zijn we in Duitsland. Daar gaan we nog even overnachten, zodat we de files ontwijken. Maar we zijn hier in een stadje gekomen waar we overnachten. En dit is niet raar, maar dit vinden wij alleen maar heel bijzonder. Nee, kijk, het is echt een beetje middeleeuws. En ik ga het even laten zien. Echt van die Duitse oude huisjes. En allemaal kleurtjes en dingen. En ons kamertje is ook een beetje gebaseerd op een kasteel. En
Het is heel grappig. Je kwam ook echt helemaal een poort binnen. En de kerk. En daar slapen wij. Oh, daarboven zitten we. En hier gaan we naar binnen. Bij de ingang staat een ridder. Kom eens hier aan. De gast hier. Hallo. Moet ik nou nog even... U laat zomaar de deur tegen mij aanvallen. Hertenkoppies. Gordijntjes. En een kasteeldeur natuurlijk. Helemaal mooi. En zelfs op bed, op het kussen, liggen snoepjes. Helemaal mooi. Ja, ik heb heerlijk gegeten in de mooie zaal. Dat was echt lekker. En ja, nou, dit is nou het middeleeuwse kasteel. Oké, okay, we staan hier nog in het stadje. De klokbel. De klokbel? De kerkbel. De kerkklok. De kerkklok die luidt nog. En wij gaan weer terugrijden naar Nederland. Het was weer een hele bijzondere vakantie met valpartijen, rodelen en dit kasteelstadje. Ik vond het heel erg leuk. Wat vonden jullie ervan? Oh, mama. Wij ook, ja. Wij vonden het ook erg leuk. Dag allen. En dan zou ik nog zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren en tot de volgende keer. Doei. 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 Mama.